Mijn verwachtingen vandaag zijn eigenlijk veel plezier maken en ons amuseren in groep. Dat is een unieke kans. Mijn enige doelstelling is hopen dat ik een paar rondjes mee kan rijden met de rens van OPQS en dat ik niet te veel afga. Prachtig, schitterend. Zo'n snelheid. Het is de eerste keer dat ik achter een dernier rij. En dacht, die snelheid was ongelooflijk. En het was weer iedere keer focussen op dat wiel. Zorgen dat je niet moet los. Het was echt een schitterende ervaring. Voor herhaling vatbaar. De dernie was wel fantastisch. Om achter die dernie te zitten, als je dat ziet op tv, dan ziet dat er allemaal maar heel normaal uit, achter een brommerke. Maar in het echt is dat zeer spectaculair en om dan met heel de ploeg op één lijn af te lossen achter die dernie, dat was magisch. Ik had echt kippenvlees. Dat was ongelooflijk. De sprint op het einde was eventjes diep gaan. Was zeer, zeer lastig. En naar het einde toe, die laatste bocht, is voel je wel dat het tijd wordt dat je mag stoppen. Ik denk dat die een fantastische dag beleefd hebben en dat ik nog een paar etentjes te goed zal hebben de volgende weken.